Get ready for the show. 3, 2, 1. Achtung! Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Welkom bij de enige Nederlandstalige podcast over de kermis. Een podcast waarin we van alles bespreken over de kermiswereld. Maar ook over pretparken, zwembaden of over een ander leuk onderwerp. Sicherheitsgurte aannemen, rauchen einstellen. En nu macht es euch bequem und überlasst alles andere mir. Welkom bij de Kermis Podcast, de podcast van de Petter Karaan. Leuk dat je luistert. Achtung, wir starten. Zo, ja, daar zijn we weer. Daar zijn we dan. Ja, en Jarno, vandaag, het is niet te geloven, we gaan vandaag geschiedenis schrijven, mag ik wel zeggen. Is dat zo? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat dit wordt het bommetje. We zitten op een speciale locatie, mensen. Doe jij eens even omschrijven. Ja, hoe het rol of ja, niet precies, want dan weten mensen al precies, nee, hoe, precies. Hoe nou, wat. Ja, we zitten in een soort keukenkantoortje. En achter ons daar zit een grote loods. En daar staat wat moois in. Ja, wat heel moois. En daar gaan we vandaag over praten. Jij zit tegenover Jarno. Ik zit tegenover Toon van der Weert. Goedemiddag. Ja, hallo. Bezig met groot onderhoud van de chaos. Kennen we natuurlijk van de chaos. Exploitant, lang exploitant. Hoe lang ben jij zelf al bezig in de kermiswereld? Vanaf 19, ik ben sinds 1999 echt helemaal voor mijn eigen. En daarvoor deed ik natuurlijk bij mijn ouders meewerken. En als exploitant, hoe rol je daar dan in? Je zegt bij je ouders helpen. Wat hadden die bijvoorbeeld vroeger? Ja, mijn vader had natuurlijk vroeger de autoscooter. We hadden die Hawaii-trip natuurlijk vroeger. We hadden oliebollen, suikerspin, aggregaten. Wij deden ook kermissen organiseren. Dus op een gegeven moment op 14-jarige leeftijd liep het allemaal niet meer zo heel lekker op school. En mijn vader zegt, wat gaan we doen? School is niet echt mijn ding. Gaan we aan het werk. Dus toen heeft hij eigenlijk een nieuwe autoscooter gekocht. Zo'n klapscooter uit Italië. En die Hawaii-trip. En toen werd mijn taak eigenlijk een beetje om die Hawaii-trip te bedienen. Ja, en daar begonnen. Wat was toen het verloop? Wat heb je allemaal een beetje gehad in het verleden? Het verloop is, in 99 ben ik, heb ik een deel van het bedrijf overgenomen. En toen ben ik natuurlijk met die Hawaii-trip ben ik zelf verder gegaan. Nou ja, goed. Ik denk dat ook dat ding wel redelijk bekend was op de Nederlandse kermiswereld. En toen later heb ik nog een katapult gehad. Is dat de katapult die nu weer terug is in Nederland toevallig? Volgens mij wel. Ja? Volgens mij is dat hem. Dat is die van Hinze. Ja, die was in bezit daarvoor van Van Roy? Ja. Als het goed is dat die oude die van mij is geweest. Ja, en toen, daarna? Toen hebben we natuurlijk het Movid verhaal gehad. De Movid 18. En eigenlijk die werd toen weer verkocht naar Slowakije toe. Toen hebben we de Hawaii-trip omgedoopt tot Crazy Beach Party. Die ombouw hebben we natuurlijk toen gehad. En eigenlijk na 3 jaar heb ik hem verkocht. En toen kregen we chaos. Ja, dat was in een tijd, als ik dat zo'n beetje mag omschrijven. Volgens mij net de tijd dat de laatste Efterburner uit Nederland was. We hadden toen daarvoor de Showtime die toen in Nederland race onder Van Tol. Die was volgens mij toen alweer weg, als ik het goed heb. Nee, die was nog niet weg. Die was nog niet weg? Nee, we hebben 1 jaar samen gerezen. Oh, de Extreme was toen net weg? Ja, want de Extreme ging naar Frankrijk. De chaos kwam van Frankrijk. En het waren ook nog neven van elkaar, die mensen. Oké. Dus dat zat helemaal in elkaar verweven? Ja. Die Extreme was natuurlijk al best wel extreem. Ja. Dat is een mooi verhaal. Machtige mooie machine. Ja, maar dat was toen de tijd de extreemste Efterburner. Mijn eerste Efterburner ook die ik deed. Want die stond altijd goed. Maar ik weet nog goed, dat was Middelburg. Jij had het eerste jaartje Middelburg volgens mij. Klopt. En ik kende de chaos niet. En ik wist, jarenlang stond daar een Efterburner. Was eerst de Sensation. Daarna de Extreme. Extreem natuurlijk. En ik liep daar op een zaterdagavond in Middelburg. En ik heb nog nooit zoveel kotsen onder zo'n molen zien liggen. Dat was echt bizar. Mensen waren al heel wat gewend, maar de chaos konden ze niet aan. Had jij een idee voordat jij die chaos kocht van zo wil ik de ritten geven? Ja, ik heb natuurlijk... kijk, als je zo'n machine gaat kopen, moet je ook je huiswerk doen. Dus wat heb ik gedaan? Ik had mijn attractie verkocht. Ik had mijn zinnen gezet op een afterburner.
mijn vader zei op een gegeven moment van... Op dat moment waren ze vrij lastig te vinden in de tweedehandse markt. Ja. Dus mijn vader zei, waarom pak je dan niet zo'n 16 zitten nieuw? Ik zeg, nee, ik zeg, dat wil ik. Dat gaat er gewoon komen. En wat ga je dan doen? Ja, dan ga je heel goed opletten. Albert draait op dat jaar natuurlijk nog in Nederland. Dus ik ging gewoon, hoe gaat hij zijn rit geven? Hè? Goede machine, goede ritten. Zo moeten we doen. Dus toen kocht ik dat ding. Nou, die Fransman, die we zijn toen in november zijn wij nog naar Bordeaux gereden. Daar stond dat ding nog. Want die man die zegt, ja, kan ik dan Bordeaux nog doen? Dan heb ik nog wat extra's. Kan ik jou nog wat met de prijs matsen? Oh, prima. Januari moeten wij de dingen hebben. En dan gaan wij ermee aan de gang. Dus we zijn erheen gereden. We kijken. Nou, dan komen we daar aan. En die vent die staat daar te draaien. En ja, het is gewoon helemaal baggen natuurlijk. Op zijn Hollands gezicht. Ja. Dus hij zegt, wil jij even? Ik zeg, ja, wil ik wel natuurlijk. Ja. En toen gingen wij dus draaien zoals Albert Onderman de ritten gaf. En toen ging die man steeds beter draaien. Dus op een gegeven moment, ik denk, dit moeten we ook niet hebben. Want dadelijk bedenkt hij zich. Ja. Ja. En dan heb ik niks. Ja. Dus toen zijn we lekker, we hebben een croque de monsieur gegeten. En we zijn weer lekker terug naar Holland gereden. Ja. En nou ja, goed, het verdere verhaal is bekend natuurlijk. Ja. Hij is hier. Ja. En de eerste kermis was Schiedam? Ja, Schiedam. Ja, dat was een kermis van ons eigen Schiedam-Bachplein. Ja. Vroeger heette dat Ketel. Ja, wennen in het begin of dacht je, nou, het gaat wel? Nou, eerlijk gezegd, de eerste keer afbreken dacht ik, Jezus Christus, waar ben ik aan begonnen? Ja. En toen moest ik ook eigenlijk nog met een sortiment van Haas naar Brielen. Nou, en ik had toen van Middelburg een nacht tussen naar Zwolle. Dus ik maar ja, goed, dan knijp je hem wel even. Maar ja, de eerste keer is altijd... Ik geloof, de eerste keer heb ik geloof 8 of 9 uur gedaan over het afbreken. En nu een uurtje 4. Ja. Je bent wel altijd vast blijven houden aan je rit. Wat is waarom en wat was het idee? Ja, als het goed is en je feedback is nog steeds goed van je klanten. Kijk, het is heel belangrijk. Zo'n machine, iedere boerenlul met geld kan zo'n machine kopen. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Maar je moet natuurlijk, je klanten moeten terugkomen. Je klanten moeten eruit komen. Die moeten een big smile op je gezicht hebben. Die moeten gewoon zeggen van, wow, ja, dat gaan we nog een keer doen. Ja. Dan doe je toch schijnbaar iets goed. En dat waardeer je dus ook echt de vaste klanten. Dat is ook echt een streefpunt voor jou. Ja. Ja. Nou ja, goed, kijk, heel eerlijk, we moeten allemaal geld verdienen. Maar we zitten natuurlijk in het vermaak. Hè? Je wil mensen vermaken, dus je vraagt daar geld voor. Dus dat wil je dan ook zo goed mogelijk doen. En dan is natuurlijk ook de feedback van je klanten is heel belangrijk. Ja. Dat je echt weet van, wat willen ze? Ja. Ja, is dat dan met name ook als je in wat kleinere plaatsen staat? Dan is dat nog belangrijker, denk ik. Ja, het is overal belangrijk. Het is eigenlijk altijd belangrijk. Want als jij op een gegeven moment niet meer weet wat je klanten willen, en dan raak je de controle kwijt. En dan wordt het eigenlijk gewoon 9 van de 10 keer een puinzooi. Dus, en dan kan je dus krijgen dat mensen zeggen, ja, weet je, dit, daar gaan we niet meer in. Ja. Ja. Hoe lang zit hij al in Nederland nu, de chaos onder jou? Ik ben in 2011. Dus voor mij zitten we op 13e seizoen nou. 12e of 13e seizoen. En wat heb je nou uit je verleden? Wat was nou je leukste attractie waar je mee gereisd hebt? Of is dat nu? Nu? Ja? Ja, absoluut. Ja? Ja. Je zou nooit meer anders willen? Tenminste, als dat zou kunnen? Goed. Dat, als ik niet anders wil, hoeft dat ook niet. Maar nee, ik vind het gewoon nog steeds het is een goede machine. Het is qua populariteit merk je gewoon op de kermissen dat de mensen vinden het nog steeds heel leuk. Dus ja. Ja. En ik vind het zelf ook nog steeds leuk om te doen. Want ja, het is vooral nu, wat we allemaal aan het doen zijn, dan ben je toch benieuwd van wat gaan de mensen ervan vinden. Nou ja, goed, ik heb jullie natuurlijk al een sneak peek gegeven. Dus het wordt toch even afwachten van wat gaan mensen ervan vinden. Ja. Want laten we daar eens op verder praten, want we zijn hier natuurlijk niet zomaar. Er is heel wat gaande. Je bent heel veel van plan deze winter. Er is al heel veel gebeurd en er moet toch veel gebeuren. Ja, ja, maar ja, goed, we gaan het gewoon regelen, zeg ik altijd. Daar zijn we goed in. Ja. Wat zijn de dingen die je ongeveer een beetje deze winter aanpakt? Ik denk dat je bijna beter kan vragen wat niet. Wat niet? We hebben natuurlijk de trailers zijn onder andere genomen, zoals jullie gezien hebben. Tenminste, de eerste is zo goed als klaar nu. Was ook gewoon echt nodig.
Ja. We hadden nu mooi de ruimte en de tijd ervoor. Dus ja, en dan ga je de Elektra gaan we natuurlijk helemaal aanpakken dat echt alles weer nieuw is. Ja, de bepaalde verlichting wordt natuurlijk weer opnieuw gedaan. De achterwand stond eigenlijk niet op de planning. Maar ja, goed, die hebben we toch maar meegepakt. Want je wil ook niet als je van het voorjaar naar buiten rijdt dat je alles netjes mooi hebt. En dan met die gruwelijke achterwand. Want als ik, dat was echt het lelijkste wat ik vond aan het hele ding. Die achterwand. Ja. Ja. Maar goed, ik denk dat we daar nu wel iets moois op hebben, denk ik. Ja. Ja, we gaan niet veel zeggen, mensen. Maar we hebben wat gezien. Het ziet er schitterend uit. Ja, nee? Dat stelt niet teleur. Nee. Nee, dat stelt niet teleur. Dat wordt met mensen. Hou in de gaten, de chaos. Maar ja, wij hadden natuurlijk in een video van Den Haag had ik het over. Ja, Nederlandse kermis. We lopen een beetje achter op Frankrijk, Duitsland en zelfs de Belgen. Hè? Daar was ik, oh, dat, hoe kunnen we nou achterlopen op de Belgen? Dat kan toch niet? Nee, dat kan eigenlijk niet, hè? Nee, dat kan niet. Maar toen is daarna een explosie gekomen en jij gaat daar in principe ook aan mee. De special effecten. Ja, klopt. Vertel eens, wat gaat er komen? Ja, we krijgen iets met vuur, zeg maar. Het gaat goed warm worden in de chaos. Ja. Nou, het grappige is, ik heb in Gorinchem een aantal jaar geleden nog eens een interview met jou gedaan. En toen vroeg ik, ja, is dat niet leuk, net als de GeForce of die vlammenwerpers? Toen zei hij, nee, dat komt er bij mij niet op. Nee, ja, dat klopt. Maar ja, goed, de meningen zijn er altijd om bijgesteld te worden. Ja, nee, ja, nee, ja, je hebt op een gegeven moment. Kijk, nou ja, ik had natuurlijk al een jaar, vier van die dikke moving head staan. En ja, door tijdgebrek en hoe we het precies willen gaan doen, hebben ze gewoon een jaar hier al in het loods gestaan. Ja. Ja. Maar ze gaan er van het jaar op komen, vier stuks. Dus dat wordt mooi. En ja, goed. Dan zie je toch die vlammenwerpers. Nou ja, kijk, mijn dochter is natuurlijk alweer van de jongere generatie. Zie ik, en die zegt, pa, we moeten gewoon vlammenwerpers hebben. Ik zeg, oké, nou ja, goed. Weet je eens, dan doen we het gelijk goed. Gewoon op elke paal een vlammenwerper. Dus we krijgen ook drie vlammenwerpers nu. Ja, ja, want er komt een paal bij. Ja, hoe komt klopt. Dat? Nou ja, we hebben natuurlijk dat ons podium is natuurlijk met bijna 5 meter verlengd. En ja, goed, dan je wil alles goed uitgelicht hebben. En nou ja, ik ben dan eigenlijk, zeg ik altijd, zo autistisch als ik ben, dan wil ik altijd alles hetzelfde hebben en dan wil ik het mooi hebben. Dus ik zeg, nou ja, dan moet ook een lichtmast in het midden erbij hebben. Dan moet er een rek in komen met schijnwerpers. En ja, dan moet je dus ook of een chaos logo er tegenaan doen, of we doen iets van deze tijd. Dus we hebben dan toch maar gekozen om er een ledscherm aan te hangen. Ja. Dat we in ieder geval ja, een beetje weer van deze tijd ook zijn. Ja. Wat ga je doen met dat ledscherm? Komen daar beelden op of zo? Ik denk dat ik denk dat ik even iemand moet vinden, zeg maar een of andere hele grote fan van mij die wat mooie onrijd filmpjes gaat maken. Oh, en die we dan zeg maar en wat mooie beelden gaat maken en dan gaan we die maar in dat ledscherm afspelen, Patrick. Ik hoor hier een misschien weet jij iemand, een suggestie of zo? Ja, ik weet toevallig wel iemand. Oké, okay, ja. Nee, nou, dan komt dat wel goed. Dan moeten we hem toch weer snel gaan opzoeken, Jan. Ja, dat is zeker. Ja, dus dan. Nee, kom goed. Ik maak wel wat. Ik zet wel wat in elkaar. Als mijn naam mag ook, dit mag niet. Geen probleem. Ja. Geen probleem. Ook dat mag nog. Ja? Kijk. Ja, ik zie ook allemaal nieuw lakwerk en zo. Laten we daar, ja, veel werk in gestoken, ook daarin. Ja, veel werk en veel liefde. Ja. Het was wel ook wel nodig natuurlijk, moeten we ook wel. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ik kan zeggen wat niet zo is, maar ja goed, zie mezelf ook wel. Alleen ja, ik weet, het is normaal gesproken, ik heb de laatste keer dat ik zoiets gedaan heb, was volgens mij 8 jaar geleden. Toen heb ik hier een hele grote loods moeten huren. En ja, dat was best wel kostbaar. En ja, die loodsen zijn nu op het moment gewoon niet meer beschikbaar hier. Dus wij hebben nou zelf een grote loods waar die helemaal in kan staan. Ja. Ja, en dan kan je dat doen. Dus ja, dus dat was ook het eerste wat op de planning stond. We hebben een loods. We gaan eerst nou van de winter die trailers goed aanpakken. Want dat moet gewoon echt gebeuren. Ja. Ja, nu was het moment. Echt. Ja, ja, ja. Als je dan zo'n ja, mag ik het ook een restyle noemen? Of is het is eigenlijk bijna een restyle. Ja, als je dan dat erin wil gaan, hoe lang ben je dan bezig met de voorlooptijd? Want ik kan me voorstellen dat dit niet eventjes in een dagje, avondje biertje drinken en het is even ontstaan en we doen het. Nee, nou moet ik zeggen, ik ben wel heel vrij impulsief en ik mag wel heel graag, ik kan heel makkelijk beslissingen nemen. Dus dat we. Maar nee, wij zijn hier, ik ben hier denk ergens in augustus ben ik hier wel mee begonnen met plannen zo van, dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen. En wat komt er dan in grote lijnen bij kijken, bij die voorbereiding?
ja, je moet natuurlijk gaan bedenken van hoe wil ik iets. Kijk, ik had in mijn gedachten, ik wil mijn podium gaan verlengen. Ja, dat is makkelijk. Als ik tegen jou zeg, kan jij mijn podium verlengen? Zeg je, ja, prima, kan ik wel doen. Maar nee, ik moet dezelfde hekwerk hebben. Alles moet zo gemaakt worden dat als het er niet aan kan of op een korte kermis, dat we het er ook af kunnen laten. Maar dat de oude wachtrij ook gewoon weer is zoals het was. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen, dat moet je helemaal uit gaan bedenken en uit gaan rekenen van, we moeten dat hek hebben, dus we moeten nog twee van die erbij hebben. Dan moet je dus gaan rekenen van, wat ga je nodig hebben? Hoe groot gaan we het maken? Het moet uitkomen, je moet aanpassingen gaan maken, dat soort dingen allemaal. Dus ja, daar komt eigenlijk echt toch nog wel serieus wat bij kijken. Ja, en dan ben je zover dat je er kan beginnen. Komt er dan extra stress van, ja, nu moeten we het gaan doen? Of valt dat mee? Nee, er komt niet echt extra stress. Kijk, wij hebben zelf ervoor gekozen om te zeggen van, je kan niet alles zelf. Dat gaat gewoon niet qua tijd en ook niet qua werk. Bepaalde dingen moet je gewoon uitbesteden. En dus wij hebben gezegd van, we pakken gewoon 2-3 partijen. Die gaat een gedeelte doen, partij 2 gaat een gedeelte doen en partij 3 gaat een gedeelte doen. Ook om die mensen te ontlasten. Want ja, goed, het is toch wel die mensen die mijn voorvloer verlengd hebben. Die zeggen gewoon, ja, er zit gewoon een hoop werk in. Ja. Het is spijltjes zagen, kokertjes zagen, hechten, passen, meten. Ja, nee, dat moet toch even iets veranderd worden. Dus er zit gewoon een hoop werk in. En daarom hebben wij gezegd van, we gaan het spreiden. Ja. Ja. En dan kan je ook, en dan kan je eigenlijk, van daaruit ga je gewoon elke keer een stap verder. Ja, en dan begin je, hoe gaat het dan? Je rijdt de boel naar binnen en je gaat de boel strippen, of hoe zit dat dan? We hebben natuurlijk ook overal nieuwe lagers, nieuwe bussen ingezet, motoren zijn eraf geweest, de keringen nagekeken, speedbanen nieuw erin, allemaal dat soort dingen. Toen hebben we de achterste trailer als eerste opgehaald, want die was als eerste klaar, dus die hadden we ook als eerste nodig. Dus die hebben we hiervoor gezet. Die hebben we helemaal leeg gehaald. Helemaal schoongeblazen. Toen naar binnen gezet. En ja, en dan ga je beginnen met, we gaan schuren. We gaan de rotte plekjes, rotte kokertjes gaan ertussen uit. Allemaal dat soort dingen. En ja, goed, toen bedachten we van, ja, misschien moeten we toch ook de achterwand maar eens aanpakken. Dus ja. En nou ja, goed, je hebt het gezien op de foto's en dan staat er eigenlijk alleen maar een trailer. Ja, ja. Ja. Dan heb je hem binnen staan en zeg je, ja, ook even de achterwand doen. Er zijn veel extra dingen die erbij komen, kan ik me zo bedenken. Ja, het is natuurlijk niet alleen een achterwand. Kijk, het is het plaatwerk, het is stickerwerk. Maar het is ook allemaal nieuwe verlichting weer wat erop moet. Ja. Hè, nou, vond ik dat nog niet zo heel spannend. Want ja, goed, we werken natuurlijk de laatste jaren met een nieuw type LED. Dus we waren al rustig aan bezig om alles naar dat type te zetten. Hè, in verband met probleempjes met het oude model. Dus, maar het is gewoon toch een hoop werk. Er komt een hoop extra bij kijken. Want ja, je denkt van, maar het is ook allemaal nieuwe kokers. Hè, alle klappende delen hebben we frames voor laten maken van roestvrij staal. Ja. Ook om het rotten tegen te gaan. En ja, gewoon voor de levensduur te verlengen. Ja, en wat is dan, heb je ook een indicatie van de levensduur van nu dit? Dat je denkt van, nou, dat moet dan toch wel weer 10 jaar meegaan? Of is dat, heb je geen indicatie daarvan? Nou ja, daarvan? In principe zou je, als je het gewoon elke winter een beetje bijhoudt, zou je gewoon sowieso weer 10 jaar vooruit moeten kunnen. Ja. Wat is het normale onderhoud wat je elke winter doet? Wat komt hierbij kijken bij een Efterburner? Ja, normaal is het is natuurlijk altijd breekplaten, nieuwe bouten, NDO-onderzoeken. Dat gaan we nou natuurlijk ook weer doen, de NDO. Alleen wij hebben dan gezegd van, we pakken gewoon elk jaar alle punten. Ja. Hè, en niet die 20%, maar gewoon alles. Ja. Dat doen we natuurlijk ook voor je bezoekers en voor jezelf. Ja. Ja, voor de rest is het gewoon, ja, kabels. Wordt er een kabel slecht, dan ga je een kabel vervangen. Daar zit een wattel los of is afgeknapt. Ja, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Eigenlijk is het niet. We hebben natuurlijk 2 jaar geleden hebben we alle sleepringen vernieuwd. Dat zijn eigenlijk een beetje de doorsnee dingen. Ja. Hè, hier en daar een leermotortje. Ja, en wat je doet natuurlijk, dat weten we natuurlijk allemaal wel. We zijn natuurlijk een keer met de enige nationale oliebollen e-test die er is, zijn we langs geweest. Klopt. Je doet het natuurlijk allemaal naast de oliebollen. Dan kan ik me voorstellen dat behoorlijk wat tijd vergt. Ja, goed, dat
Ja, we doen niet anders, dus ik weet niet beter. Ja. Je had het net over LED-verlichting. Ja, wij zien vaak, zien we toch wel dat het lijkt alsof, alsof dat nog niet ver genoeg doorontwikkeld is of zo. Kan je begrijpen wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Kijk, het probleem is, de LED is wel goed. Alleen, kijk, iedereen wil natuurlijk zo goedkoop mogelijk. Hè, wij hebben nu, werken wij al sinds een jaar of 3-4 samen met KMG met een nieuw type LED. Ja. Zover ik weet zijn wij op het moment nog steeds de enigste die we... En daaraan merk je al dat de problemen die we normaal hadden, dat die nu gewoon voor 95% weg zijn. Ja, want het wordt wel de toekomst, denk jij? Ja, het is de toekomst. Ja. Ja. Het is ook zuiniger. Daar begint het al. Ja. Ja, het is natuurlijk, het is zuiniger, maar het gaat erom, het is meer van deze tijd. Je kan er veel mee. Je kan heel snel anticiperen op van, en net zoals op roze maandag, ik druk op mijn controller gewoon mijn schijnwerpers op pink en ik doe gewoon select al en heel mijn molen staat gewoon in pink. Ja. Dus dat is het leuke eigenlijk van dat. Ja. Ja, dat is het zeker. Dus dat blijft door evolueren als ik zo begrijp. Dus ja. Dat wordt alleen maar beter. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk op het moment dat wij een product hebben, dat, tenminste daar sta ik in ieder geval zelf 100% achter, dat ik zeg van nou, hè, als iemand moet kiezen, geef iets meer uit, pak gewoon dat. Want dan is het gewoon goed en daar kunnen we gewoon de service op geven. Kijk, alles waar een stekketje aan zit, geven we al geen service meer op. Nee. Het oude systeem, zeg maar. Ja. Omdat het gewoon te veel problemen geeft. Want de kabeltjes zijn te dun. Eigenlijk voor het vermogen wat over zo'n LED heen gaat. En nu hebben we dikkere kabels eraan, fatsoenlijke stekkers eraan. Nou, je bent gewoon 95% van je problemen kwijt. Ja. Is die toekomstvisie ook waarom je besloten hebt om je achterwand te laten bestikkeren en niet te laten beschilderen? Nou ja, goed, zoals ik net al zei, ik had natuurlijk eigenlijk een afspraak staan bij KMG, want ik wou toch een beetje weer die BB-stijl hebben. Maar ja, het probleem daarvan was dat ik waarschijnlijk pas volgende winter aan de beurt was. Nou ja, dan moet ik toch 2 trailers daarheen brengen. En ja, goed, we waren nu op het punt dat we zeggen van, we zijn nou zoveel aan het doen. En dan wil je eigenlijk niet naar buiten rijden. Dan heb je alles weer mooi en netjes met een oude achterwand. Ja, zodoende dat we gezegd hebben van, we gaan het dan toch maar nu doen. Want dan is het klaar. Anders vloekt het ook. En inderdaad, dan heb je alles en dan geeft het zo'n rust. Ik denk dat iedereen die mijn machine heeft gezien, het gewoon ook wel eens was dat ook die achterwand, het kon gewoon echt niet meer. Nee. Ik vond het zelf al echt. En weet je, het is, kijk, we hebben natuurlijk van het najaar een paar keer met die wind, dus er was al een frontje, was al kapot gewaaid. Dus er moest gewoon wat aan gebeuren. Ja. Wat vind je dan, is dan de verlichting wat je het leukste vindt aan deze restyle? Dat je denkt van, nou, daar kan ik lekker mijn aaien kwijt. Nee, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Want ik, nou ja, goed, wat ik je net ook al aangaf, kijk, de onze achterwand, de afbeeldingen die erop staan, zijn natuurlijk AI. Dus dat hebben we wel zelf bij elkaar gezocht. Dat vind ik op zich ook wel leuk. Dat je, hè, want je hebt een bepaald beeld in je hoofd. En dat probeer je dan over te brengen aan de ontwerper. En ja, goed, dan lukt dat eigenlijk niet echt zoals jij dat in je hoofd hebt. Dus dan ga je zelf actie ondernemen. Ja. Dus dat vond ik leuk om te doen. Mijn vrouw en mijn dochter hebben me daarmee geholpen. Maar ik vind ook gewoon, ja, kijk, alles wat weer fris is en opknapt, het geeft gewoon voldoening. Ja, ja. Ja, mooi, want je hebt natuurlijk de kwaliteit van de rit die je al geeft. En dan kan je natuurlijk ook weer een hele frisse molen bieden naar de organisatie, maar ook naar de vaste klanten natuurlijk. De bezoekers. Ja, want je hebt veel vaste klanten door het land. Ja, nou ja, ik denk eigenlijk wel, bijna wat ik kan zeggen, in Europa. Ja. Maar goed, je wil gewoon dat mensen zien dat je ook serieus met je zaak bezig bent. Ja. Dat wil je. Ja. Nou ja, goed, ik denk dat we wel laten zien, als je ook kijkt naar Elektra, wij zijn gewoon serieus bezig. Ja. Want je wil niet hebben dat er wat gebeurt. Dat wil je gewoon niet. Nee, tuurlijk niet. Want we kennen natuurlijk allemaal het verleden natuurlijk met dat Amerika. Heb je dat interview trouwens gezien? Dat moet ik altijd dan denken. Interview? Ja, dat was ooit een interview met Toon en bij Kermis FM. Heb je dat niet gezien toen? Ja, moet je heb ik geen actieve herinnering aan. Nee, dat is... maar ik wel. Nee, ik zie het nog regelmatig voorbij komen op YouTube. Oh ja, inderdaad. Ja, ja, dat was een professionele interviewer die de naam verkeerd zei.
Dat is me klopt. Altijd bijgebleven. De rest van het interview weet ik al niet meer, maar dat is me bijgebleven. Ja. Ja. Verlichting programmeren, doe dat zelf? Ja. En ook zelf bedenken en zo? Ja. En, ja, dat doe ik zelf. En waar moeten wij een beetje aan denken bij de nieuwe 2.0 versie? Ik denk in ieder geval heel wat anders dan wat we hadden. Oké. Okay. Kleurrijk? Ja, absoluut. Maar meer de kleuren... Kijk, ik vind het altijd... Met bepaalde dingen kan je heel, heel wat moois maken. En je hebt gewoon... Zeg maar, iemand die één randje lampjes hebt... Ja, dan wordt het heel lastig om daar... echt wat speciaals in te maken. Ja. Dus maar we gaan hier... we gaan gewoon ons best doen. Kijk, en bij dat logo... Ja, die rand eromheen... Dat wordt toch gewoon weer ouderwets rood looplicht. Maar ja, ik hou toch ook wel een beetje van de oude aspecten erin. Ja. Je wil gewoon het, wat, ja, dat vind ik bij die voorborden ook. Dat ik blijf dat gewoon toch mooi vinden. En dat is toch het herkenningspunt van je attractie, denk ik. Ja. Ook de kleuren in de Moving Heads gaan mee met de zaak, kan ik me... We krijgen eigenlijk gewoon een soort kast met allemaal knoppen. En daar gaan we de effecten in. Ja, kijk, weet je, het is, ik heb natuurlijk heel veel schijnwerpers. Ik heb er toch stiekem nog een paar bij geplaatst. Ja, dat hebben we gezien. Ja. Dat vond ik toch wel... ik denk, ja, je wil het natuurlijk zo mooi mogelijk uitgelicht hebben. Dus, maar ik denk dat het... Er komt wel kleur in, maar ik denk dat toch hoofdzakelijk gewoon... Bam, witte stralen. Ja, is het nodig om de kermis in algemene tijd naar een 2.0 versie te brengen? Ja, ik weet niet of dat het nodig is. Ik denk dat het ook iets is wat we zelf willen. Je wil gewoon met je tijd meegaan. Je wil natuurlijk toch dat publiek wil je blijven triggeren van... Hè, wij zijn er. Ja. Maak er gebruik van. Hè, ja, je brengt iets natuurlijk... Kijk... In een pretpark krijgen mensen toch een standaard rit. Als ze naar Drievliet gaan, staat zo'nzelfde ding. Maar je wil dat als die mensen voor je kassen staan te zeggen... Nou, oh, dus hetzelfde als in Drievliet, staat die ook. En dan komen ze eruit en zeggen ze... Tering, wat gaat dat ding hard? Ja. Dat wil je. Ja. Tering, dat gaat hard. wij kennen natuurlijk de ritten. Geweldige ritten. We hebben laatst nog een verhaal verteld over Den Haag, waar wij instapten. Zeker. Waarvan wij dachten, hij gaat niks speciaals doen, want hier staat normaal gesproken de Project 1. Hij houdt het een beetje... Een beetje mak. Dat was niet mak. Waarbij de mensen tegenover ons zaten die zeiden van, wow, hè, dit was heftig. Wij later op social media zagen van... Ja, dat is toch wel beter geweest als wat er nu staat. Want toen wisselde je halverwege. Ja. Ben jij bang dat jij ooit de ritten die je nu geeft niet meer kan of mag geven? Nou, nee, daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Heb jij ooit een rit beëindigd omdat iemand het te extreem vond? Eigenlijk niet. Nee. Dat weet je ook. Dat staat ook op mijn kassa natuurlijk. Hebben we dat duidelijk... bij de huisregels gezet van... wordt u of uw kind misselijk of bang... De rit wordt gewoon niet gestopt. Want ja, heel eerlijk... voor ons als exploitant zijnde is er niks irritanter... als je die rit moet stoppen. Ja. Ja, het is gewoon zo irritant. Want vooral bij ons... alle beugels moeten open. Dus mijn personeel moet al die beugels weer dicht houden. Je kan niet zeggen van... na één keer tegen iedereen... nou, houden we hem bedankt, olé, olé. Je wil die mensen toch die rit geven... want daar hebben ze voor betaald. Ja. En dus wij hebben gewoon gezegd van... luister, als je in een achtbaan zit en je wordt bang of je kent er niet tegen... kan je er ook niet uit. Ja. Dus gewoon, ja, sorry, je moet weten waar je aan begint. En gewoon erin en je moet hem gewoon afmaken. Ja. Het is niet anders. Ja, ja dat vinden wij ook mooi. Want we hebben verschillende mensen echt in zien... oh, zien kotsen. Dat hebben wij ook gezien. Zeker, dat hoort ook bij. Het is al een paar minuten te zwaar naar die kassa. Of zelfs iemand die jouw hand ging vasthouden. Ja, dat wou ik nou niet meer aan herinnerd worden, moet ik zeggen. Amsterdam Zuidoost. Nee, maar we hebben één keer zien stilzetten. Dat was niet goed. Weet je dat nog? Oh, in Zaandam. Klopt. Toen werd er echt iemand helemaal onwel. Nou, dat onwel. Voorval ken ik me herinneren. Toevallig was dat ook een fan van onze attractie. Ook nog. Ja. Die jongen die zoekt ons ook op heel veel kermis op. Die was eigenlijk, dat is een heel apart verhaal, want daar ben ik ook nog heen gelopen. Die jongen die was tijdens de rit in zijn hals gestoken door een wesp. Oh. En die was allergisch voor wespen. Oh. Dus zijn luchtpijp die ging gelijk dicht. Dus daarom hebben we hem ook stopgezet. Bij de EHBO heeft hij zo'n spuit gehad met een EpiPen. En later kwam hij ook aan de kassa van... Nou, goed gehandeld. En hij zei, ja, vond het alleen jammer dat ik dat je hem stop moest zetten. Hij zei, ik ben allergisch voor wespen. Dus
Ik kreeg geen lucht meer. Ja. Ja, maar dat is ook iets heel anders dan bang worden. Of, kijk, wij kunnen zelf die inschatting wel maken van... Is er echt wat aan de hand? Of is het gewoon... Kijk, als ik elke keer dat ding stil moet zetten... Dat iemand roept, stop, ho, of... Ja, dan ga ik hem echt verkopen. Ja. Want dan schaak ik er mee uit. Want dan is het gewoon echt niet leuk meer. Want dan is het niet werkbaar meer. Want je hebt mensen die zeggen... Wop, wop, en dan komen ze eruit en dan zitten ze vrolijk... denk ik, ja, wat was er nou aan de hand? Waar wil je me voor laten stoppen? Ja. Snap je? Dus ja, die inschatting kunnen wij echt wel maken. Ja. En je ziet ook alles uit de kassa? Want ik kan me voorstellen dat het lastig is. Maar... Ja, goed, je hebt er wel gezien hoeveel camera's ik heb hangen op dat ding nou. Ja, nu is het niet te missen natuurlijk. Het is gewoon een radiostudio of een televisiestudio. Bijna wel. Ja, ja. Bizar. Ja, mooi. Zijn er ook organisatoren die jou uitkiezen specifiek omdat jij die ritten weggeeft? Dat ze zeggen, wij willen een kwaliteitsattractie hebben, punt. Nou ja, ik denk de gemeente, net zoals je nou de gemeente Eindhoven neemt. Die hebben natuurlijk toen in het verleden een keer, een aantal jaar geleden hebben ze mij een afwijzing gestuurd omdat het ging om geld. Ja. Toen zou eigenlijk de impact erheen gaan. Dus ik denk, nou ja goed, dan ga ik weer een keertje voor Middelburg. En toen belde ik op naar Middelburg, nee de impact. Oh, ja, kan. En toen belde natuurlijk de gemeente Eindhoven op van... willen jullie toch weer... kunnen jullie nog? Ja, we kunnen wel. Ik zeg, maar alleen maar naar geld gaat kijken... Ja, dan krijg je dit soort dingen. Ja. Dus ik zeg, als we nu... Dan willen we ook gewoon de andere jaren. Nou ja, goed. Ondertussen sta ik nog steeds in Eindhoven. Ook in 2024 weer. Kijk. Dus... nee, maar en zo zijn er nog wel wat gemeentes... Die gewoon echt zeggen van... maar die kijken ook een beetje naar het totaalplaatje. Ja. Dus de exploitatie, het personeel, de machine. Maar ook de exploitant zelf. Ja, en daar probeer jij ook een beetje mee... Ja, tuurlijk. Dat is mijn brood. Kijk, hoe makkelijker ik een kermis binnenhaal of vast kan houden... hoe meer je daarvoor doet natuurlijk. Ja. Dat is logisch, want je moet het toch allemaal met elkaar doen. En dat is hetzelfde eigenlijk als met jullie... Ik bedoel, dat weet je zelf wel hoe we allemaal met elkaar omgaan. Ja, we kunnen daar een heel groot probleem van maken. Of je kunt er allemaal je voordeel uit trekken. Ja, ja. Want dat heb ik heb het vorig jaar of 2 jaar geleden ook in een interview gevraagd aan Michael de Boer. Wat is jouw favoriete kermis die je doet? Mijn favoriete kermis vind ik eigenlijk altijd heel lastig. Want ja, daar heb ik er denk ik wel meerdere van. Nou ja, maar mogen er ook meerdere zijn, dat is geen probleem. Nou ja, ik vind eigenlijk Tilburg, Eindhoven, Rotterdam. Maar ik vind ook Amsterdam, dat vind ik echt leuke kermis om te doen. Oh ja. Want dat zijn gewoon echt steden en daar merk je ook het... op een of andere manier is daar het publiek toch ook wel weer iets anders. Het is allemaal een beetje Randstad, zeg ik altijd. Ik weet niet, ik heb altijd het idee als we in de Randstad zitten... Ja, mensen zijn gewoon al gewend om wat meer te betalen. Ja. En verwachten natuurlijk ook wel wat. Laten we dat niet vergeten. Maar nee, ik denk, ja, ik weet niet. Het zijn gewoon steden. Dit is ook, vind ik, een machine. Die hoort eigenlijk gewoon in die steden te staan. Ja. Echte, gewoon grote, goede kermissen. Ja. Maakt dat dan nog uit welke kermis in Amsterdam je pakt? Of Amsterdam in het algemeen? Nee, wij gaan dit jaar doen we voor mij zelfs 3 keer Amsterdam. Oh. Zuidoost, Westerpark en Osdorp. Maar ik vind ze alle 3 leuk. Want of dat ik nou in Zuidoost sta of ik sta in Osdorp. Joh, het vind ik ook leuk. Ja. Ja. Zuidoost. 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 Ja. Ja, valt niet te combineren. En ik denk ook niet dat die andere erbij staat. Dus dat maakt het dan misschien wel iets anders. Maar dat is interessant. Want hebben wij natuurlijk veel gedaan daar in Zuidoost. Daar hebben we heel veel gedaan. Zo. Ja. Livestreams en weet ik het wat allemaal niet. Oh, verschrikkelijk. Ja, dat klopt. Schietpartijen veroorzaakt. Nee. nee dat is alweer een tijdje geleden. Hè? Ja, dat was zeker. Ja. Was nog voor corona, ja. En dan vanuit Zuidoost naar Purmerend. Ja. Kijk. Ja. Dat is ook ik geef hier gewoon bijna mijn halve route alweer prijs, jongens. Ja, het is niet te geloven. Ja, dit is een flinke route. We wel even zien dat we nog een paar verrassingen houden hoor, van de zomer. Want, maar die zijn wij nog een paar verrassingen. Heb jij nog leuke vragen, Janno? Heb ik nog leuke vragen? Nou, geen idee. Oh, dat is schiet lekker op. Ja, wel hè? Ja. Ja, nee, ik ben een beetje... Er is al zoveel gezegd. Er is heel veel gezegd. Anders gaan we eerst even naar de reclame en dan zijn we zo weer terug. Ja, was maar waar reclame, want dan kreeg ik er nog geld voor ook. Maar dat is niet zo. maar het is echt... Mensen wat hier binnen staat, hou het dit jaar in de gaten. Hou de Facebookpagina in de gaten van de chaos, mensen. Ja. De enige echte.
En doen we aankomend jaar. Wij gaan hem ook veel doen. Ik heb begrepen dat ik in het begin van het jaar veel moet gaan reizen. Heb ik begrepen. Ja. Dus dat ga ik proberen. Ik niet. Nee, jij bent beter. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat ik heb geluk dit keer. Het is te hopen dat dan de benzineprijs wat zakt. Dat is wel te hopen, ja. Ja. Ik denk dat ik de ene week in België zit en de andere week zit ik in het noorden van het land. Ja, want dat doe ik met jou mee. Oh ja. En komt België is weer dichterbij voor jou. Ja, ja. Ja. België, kunnen we dan nog... We hebben natuurlijk één keer een uitstapje gedaan naar Niel. En wij hebben ook veel Belgische luisteraars, Amaikus. Dus ja. Misschien wel. Wie weet. Het beviel wel in België. Jawel, ja, tuurlijk. Ik kreeg toevallig laatst van iemand op de vierde pagina een hele lijst toegestuurd met kermissen die ik eventueel wel kon gaan doen. En hij had al helemaal uitgezocht, goede kermis, minder goede kermis. Daar kon ik eventueel wel terecht en ik moest dan voor eind januari mijn aanbiedingen doen. Maar ja, goed, ik heb natuurlijk mijn collega Sebastian Duttremont die reist in België. Dus ja, die wil je ook niet in het vaarwater zitten. En nee. Ja, ik heb eigenlijk... bijna alles hier in Nederland dus. Ja. Maar af en toe een uitstapje, ja, waarom niet? Werd je dan daarna niet gevraagd door Belgische gemeentes? Van, ja, we hebben je gezien in Niel. Nou, eigenlijk de gemeente Niel wilden we wel heel graag weer terug hebben. Alleen ja, weet je, normaal staat de impact daar. En ja, goed, we hebben toch allemaal een klein beetje afspraakjes onder elkaar. Dus ik zeg, als hij weer een keer niet kan, bel me maar, dan kom ik wel weer. Ja. Merkt u een verschil tussen de sfeer of wat dan ook in België en Nederland? Je kon merken dat daar eigenlijk al een hele tijd geen goede afterburner had gestaan. Of überhaupt een afterburner. Want we hebben op een gegeven moment een dag gehad. En volgens mij heb ik daar ooit nog eens foto's van geplaatst. Of was dat... dat was hij van Sean's Kermis pagina. Maar die zijn toen ook met een paar man kwamen kijken. En die waren eigenlijk verbaasd van de rijen die er voor de kassa stonden. Oh, ja. Zo druk dat het was. Ja. Maar nee, het werd gewoon heel goed ontvangen. Ook weer die kwaliteit. Ja. Ook daar hebben we eigenlijk, denk ik, toch wel weer stiekempies heel veel fans gekweekt. Ja. Om zo maar te noemen. Ja. En dat moet goed voelen, die fans. Tuurlijk, ja, maar luister, er is niks mooiers als dat je met een machine op pad gaat, waar je eigenlijk, ik vind het altijd mijn ziel en zaligheid insteekt, en dat je dan ook de feedback krijgt die je eigenlijk wil. Want dat is wat je wil. Heb je dat met de voorgaande attracties ook zo gehad? Nou, ik denk dat het met mijn tripje toen de tijd... Kijk, daar hebben we toen ook één keer een rigoureuze ombouw gedaan. Hè, de transformatie van Hawaii Trip naar Crazy Beach Party. Ook dat heb toen heel veel geld gekost. En daar kregen we... Maar ik denk dat dit is een hele andere machine is. Kijk, ja. Deze is natuurlijk, omdat we hier toch nog wel eens een uitstapje mee maken. Wat je zegt al, naar België. We doen natuurlijk een hele andere slag kermissen nu. Dus je krijgt ook, je hebt een veel groter bereik. Ja. Je zei net van, ja, we letten een beetje op elkaar. Maar er zijn toch nog twee andere afterburners. Heb je daar last van af en toe? Nee, eigenlijk niet. Nee, want we proberen toch wel een klein beetje de vrede te bewaren. Ja. Dus nee, dat gaat tot nu toe gaat dat gelukkig allemaal nog goed. Ja. Nou, gelukkig, want ja, die wil natuurlijk niet hebben dat je mekaars kermissen zit af te pakken. Nee, want dan ben ik de klos. Ja, of andersom. Ja. Maar dat voelt niet goed, nee. Nee. Maar weet je wat het is? Kijk, op een gegeven moment moet je natuurlijk gewoon een klein beetje tevreden zijn met wat je hebt. En nou ja, goed, ik denk zelf dat ik een best wel een hele leuke route zo bij elkaar heb. Hè? En nou ja, goed, de gemeentes zijn blij dat als ik wil komen... Dus ja, ik kreeg toevallig van het najaar in Breda, was er ook iemand bij me van de gemeente. En die zegt, ja, kan je dat doen? Nou ja, die kermis kon ik helaas niet doen. Dat vind ik wel jammer, maar het is wel leuk dat ze aan je denken. Ja. Is ook een actieve volger op mijn pagina. Want jij bent meer van de kermissen vasthouden in nou ja, onderling. Kijk, dan, ik denk uiteindelijk, ik zie dat een beetje net zoals zeg maar, als ik hier in het centrum sta bij mijn oliebollen. Je leert de mensen kennen, dan ga je allemaal al een stuk gemakkelijker te werk. Ja, maar dat denkt wel iedereen. Want als wij dan een beetje kijken naar hoe iedereen dat doet, dan houdt iedereen vast aan dezelfde kermis. Is dat ook niet dan een gevaar? Dat je dan, nou, zeg maar, misschien de wat kleinere kermissen of zo, waar je dan de publiekstrekker bent, overslaan. Nou ja, kijk, ik zeg maar, ik ga nu voor het eerst sinds 2 jaar ga ik dan zeg maar, sla ik voorhoud weer over. Omdat ik hem gewoon niet kan doen.
ik denk dat het voor het kermis... Ja, kijk, die oranje comité, die was daar niet zo blij mee natuurlijk. Hè? Nee. Nou, ik heb wel een vervanger geregeld. Ja, maar dat is geen chaos. Nee, maar dat gaat gewoon niet. Want er vallen zoveel kermis in die periode. Je mag eigenlijk überhaupt blij zijn dat we eigenlijk gewoon een redelijk goede vervanger hebben gevonden. Hè? Maar ik zeg aan de andere kant, als ik nou volgend jaar weer kom, dan zijn de mensen ook weer blij dat ik weer terug ben. Ja. Dus, want je moet toch af en toe, ook op, je kan niet natuurlijk altijd maar elke keer het precies hetzelfde neerzetten. Want het moet niet zo zijn, de mensen aankomen, oh, dat staat daar, oh ja, daar staat dat, ja, ja, ja. Daar ben ik vorig jaar al in geweest, weet je. Laat maar zitten. Ja, ja, ja. Je moet het natuurlijk een beetje fris houden. Ja. Ja. Is dat ook een probleem, dat ondervinden wij vaak. Er is weinig variatie op dit moment. Ja, maar dat heeft er natuurlijk mee te maken. Kijk, jullie zijn in Breda geweest, hè? Ja. Ja, ja. En eigenlijk in Breda stond nog een hele mooie kermis. Zeker. Ja, qua zaken wel. Alles. Qua variatie ook. Ja. Nou ja, ik neem aan dat jullie ook wel gezien hebben eigenlijk welke twee spullen er uitsprongen qua bezoekers. Ik denk dat we heel erg in dezelfde hoek zitten, ja, denk ik. Ja, ja, ik denk, kijk eens, zijkant rug. Ja? Nou ja, ja goed. Ja. Nee, maar snap je dus. Zeg het maar. En er stond toch een hele goede variatie aan kermis, aan kermiszaken. Ja. Dus het is gewoon nu heel lastig om te investeren. Buiten het feit dat het natuurlijk heel veel geld kost. Maar wat moet je nemen? Ja. Hoe zie je de toekomst van de kermis in? Want ik hoor wel eens, ja, het gaat allemaal minder worden. Want ja, de kermis is wel iets van vroeger. Ik denk juist van niet. Maar hoe zie jij dat, de toekomst? Ik zie de toekomst gewoon rooskleurig tegemoet. Ja. Nee, ja, ik ben wel van mee. Kijk, het verandert. Kijk, dat zag je eigenlijk wel in de coronatijd. Toen draaide alles. Alles draaide goed. Nu kun je eigenlijk afgelopen jaar al zien dat de krachtige zaken, die blijven eigenlijk nog wel goed draaien. En dat de rest toch wat, nou ja, dat hebben we eigenlijk al gezien van het najaar in Breda. Ja. Ja. He, ook met regen waren er maar twee spullen waarvan ik vond, even buiten de autoscooter dan, maar van de draaizaken waren er maar twee spullen die er gewoon nog steeds uitsprongen. Ja, ja. Krachtig is dat. Het is gewoon kwaliteit inzetten. Maar ja, goed, we weten het over wie het hebben. Ja, wij ook, zijn daar ook gewoon heel erg positief over. Zeker. Ben je ook niet bang dat de keuring op een gegeven moment te streng gaat worden? Want daar zitten we ook nog wel eens over na te denken. Nou ja, kijk, als ik gewoon kijk naar hoe er nu gekeurd wordt op het moment, denk ik, kijk, ook dat blijft mee veranderen. Maar ja, goed, wij blijven ook mee veranderen. Dus ik denk dat ook daar gaat altijd wel weer een werkbare oplossing voor komen. Ja, ook dat gaat met elkaar omhoog, zeg maar. Ja, ja. Gaat dat ook echt samen, zo'n keuring? Of gaat dat echt van, wij beslissen, je moet doen wat wij zeggen? Of valt daar nog wel iets in te schuiven? Dat valt altijd wel. Kijk, even een goed voorbeeld dat ik, zeg maar, toen mijn trip nog had. Hè, toen was er een ongevalletje geweest. Er was er een onder zo'n beugel doorgegleden. Ja, toen kwam de keuring. Die zegt van, ja, we willen dat je anti-slipmatjes erin gaat leggen. Oké. Ja, goed, ga ik een anti-slipmatje erin leggen. Maar heb ik bedacht, ik neem een zitverhoger met, zeg maar, zo'n pik. Dus dan, hè, kan je er gewoon niet meer onderuit glijden. Ja. Ja. En dat hebben we toen samen besloten. Ik zei, nou, luister, jullie willen dat, maar dat ga ik doen. Ja, dat is eigenlijk nog een betere optie. Nou ja. Dus er is altijd wel, kijk, ook daar moet de liefde een klein beetje van twee kanten komen. Ja. Want, hè, je moet samen zoeken naar een oplossing voor iets. Of wat is voor die situatie de beste oplossing. Ja, inderdaad. Dus ik denk ook dat in de toekomst dat het wel goed blijft komen. Ja, want we weten natuurlijk ook het verhaal. Want ooit zou je komen met heupbeugels. Ja. Dat ging dan niet. Nee. Maar dat was eigenlijk, ik werd natuurlijk eigenlijk door de keuring, door TÜV Nederland, een beetje voor het blok gezet. We hadden samen met KMG en TÜV Nederland hebben we bij KMG op kantoor gezeten. We hebben een afspraak gemaakt. En die afspraak, daar heb eigenlijk de TÜV zich in het verdere stadium zich weer vanaf getrokken. En toen gingen ze mij eigenlijk voor de keuze stellen van, ja, luister, als je geen nieuwe gondels hebt, mag je gewoon niet meer open. Dus, en nou ja, toen zaten we begin maart. Ja, want dat was eigenlijk twee weken. Ongeluk, toch? Nee. Dat was een jaar later.
Oké. Ja. En dat was eigenlijk, hè, wat we hadden met de TUF hadden we afgesproken in KMG van, nou luister, we gaan, dat willen we gaan doen. Er zijn tekeningen, er zijn berekeningen. Jullie moeten dat keuren. Dus KMG heeft op een gegeven moment al die tekeningen en berekeningen opnieuw gemaakt. Hè, die kosten hebben ik en KMG samen gedragen. Ja. En op een gegeven moment begon het al met, kregen we mails van, ja, we willen graag de tekeningen en berekeningen zien. En nou, dan gingen we er terugkijken. Maar dat hadden ze een maand ervoor zeg maar al geopend. Want dat is weer fijn met WeTransfer. Je kan zien wanneer het geopend is. Ja. Ja. Nou ja, toen begonnen we al een klein beetje nattigheid te voelen. En ja, toen ging het allemaal zo traag. En toen op een gegeven moment heb ik nog eens een keer aan de bel getrokken daar van, jongens, wat gaan we doen? En eigenlijk was de afspraak is, totdat mijn nieuwe gondels klaar waren, zou ik zeg maar elke 2-3 weken, zouden we dan NDO doen op mijn gondels die eraan hingen. Om gewoon dat we zeggen van, de veiligheid te kunnen gaan garanderen. Ja. Ja. En toen op een gegeven moment zeiden ze ergens in begin maart, ik geloof 10 maart of zo, en we moesten 20 maart gaan draaien van, ja, als je nou geen nieuwe rondes hebt, kom je gewoon niet meer open. Nou ja, en sindsdien was er ook geen land meer mee te bezeilen. Dus toen moesten wij heel snel, oké, dat is even voor nu geen, want dan had nog wel een jaar kunnen duren. Ja, ik kan niet een jaar de dienst laten staan. Dat ga je gewoon financieel niet dragen. Nee, nee. Dus toen hebben we gezegd van, nou goed, dan maar weer zo. Ja. En ja, het was even niet anders. Ja. Maar goed, de ritervaring blijft fantastisch natuurlijk, Jarno. Ja, nee, zeker. Het is gewoon kwaliteit. Ja, ja echt. Het is onze favoriet. Een hele andere vraag, want ik denk dat we wel kunnen afsluiten, toch? Ik denk het wel, langzaam, ja. Langzaam. Zeker. Koffie of thee? Thee. Ja? Ik drink geen koffie. Oh, denk je koffie? Nee. Ah, maar dat is wel even, kijk, dat is wel mooi, mensen. Want ja, je hebt er geen beeld bij, maar wij proberen het uit te leggen. We gaan het opschrijven. We gaan het opschrijven, ja hoor. Er komt hier nu wat uit een tas. Ja, er komt wat uit een tas. Kijk eens eventjes. Dat is voor thee. Een mok. Ja. De enige echte, de Patrick Haanmok met de chaos natuurlijk erop. Super. Alleen ik ga er geen thee in doen. Oh. En ook geen koffie. Want dit vind ik zo'n leuk aandenken. Dus die komt bij mij in huis op mijn kantoor. Oh, kijk, dat is ook leuk. Dan hebben we nog wat natuurlijk. Heb ik nou de goede wel gepakt? Ja, als het goed is, moet dit een raamsticker zijn. Als het goed is, kijk. Mee. Ja, maar dat is als het goed is ook dubbel. Dus je kan aan de binnenkant ook nog steeds blijven kijken. Oké. En dan hebben we nog wat. Ja, mensen hebben een grote prijs hier. Nou, ik word maar verwend hier. Het lijkt wel kerst. Ja, we zijn even iets te later voor, maar goed. Ah, dat maakt niet uit. Het is natuurlijk de verpachtingstijd. Inschrijven maar. Dus we dachten ook nog even om in te schrijven. De Patrick R.H. Pen. Ja, voorkeur kermisgoed natuurlijk. Ja. Je weet, ja, maar tegenwoordig doen we het digitaal, hè? Oh, maar dat maakt niet uit. Ja. Oh, die gaat naar kantoor. Oh, kijk, dat is alles voor de boekhouding natuurlijk. Ja. Ja. En dan als laatste, ja, want ja, we zijn heel dankbaar dat we hier mogen wezen. Ja. Dat mag echt, want dat waarderen we echt. We worden niet vaak uitgenodigd. Dus dat is 100% waardering. En ik ken een beetje de voorkeur volgens mij nog uit het verleden. Dus ik dacht, ja, hoe kan je het nou beter samenvatten als gewoon te zeggen op zijn Frans. Want hij komt uit Frankrijk, hoorde ik net. Toepasselijk. Merci. Nou, jullie ook merci, jongens. En ik denk dat er inderdaad een hoop fans zijn die weten dat ik waardeer altijd een goed stukje chocola. Dus dankjewel. Nou ja, heel erg bedankt dat we hier mochten wezen. Graag gedaan. Eén dingetje nog, dat moeten we even zeggen. Zeg het ook even tegen je schoonzoon. Dat het heel fantastisch is, zo'n podcast. Want die hadden we ook gevraagd. maar die twijfelde nogal, volgens mij. Ik zal hem wel eens even over de streep heen trekken. Dus als je nou onder de koffie zegt, dat was zo leuk. En we weten zeker dat je heel interessante dingen kan vertellen. Ah ja, en anders, ik weet dat u nog heel graag zijn naam gedaan wil hebben. Van de breakdance. Helemaal opnieuw in de led. Ik heb helaas geen tijd ervoor. Dus je zou nog eens kunnen proberen van, joh, als wij jij nou helpen lampjes draaien, tussendoor kan je gelijk wat vragen beantwoorden. Oh ja, dat is een goed idee, want het is in de buurt. Maar kijk, dan is het weer een win-win, hè? Ja, dan kunnen we. Nee, zetten we gewoon alles er tegenover. We proberen gewoon alles aan te doen. Goed, mensen, bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen dat je denkt van, ik heb toch nog een vraag? Dan kan je er gewoon altijd even mailen naar. Mailen naar depatrickrh@outlook.be. Ja. Waarom hij BE heeft gekozen, dat weet ik ook niet. Zeeland hoort toch een klein beetje bij België, of niet? Oh, ja, dat is waar. Nou, dan krijgen we al die topzaken uit België. Dat is ook leuk. Ja. Dan hebben we toch nog topzaken in Zeeland, want die missen we. Ja, maar dat maakt niet uit. Dan staan wij Limburg wel weer af. Dan pakken wij België erbij. Oh ja. Dan staan we Limburg af. Ja. Goed plan. En dan als wij dan... We komen vast en zeker dit jaar nog een keer tegen. Kunnen we altijd een keer een microfoontje door de kassaluikje doen. En toch nog even die vragen stellen als het interessante vragen zijn. Dat is waar. Hè?
Dus, en dan zou ik dan, nou, we proberen de tweede kermis sowieso gewoon weer langs te komen, zou ik maar zeggen. Ja. 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 In, jullie zijn altijd welkom, dat weten jullie. Nou, maar dat, ja, we komen vaak langs. 100%. Ja, zeker weten. Nou, mensen, tot de volgende podcast. Aju. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je de podcast nou leuk? Deel hem dan zeker even met je vrienden. Volg deze podcast op je favoriete streamingplatform om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Abonneer op ons YouTube-kanaal, youtube.com/depetekra. En heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur een mailtje. Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.